Dag iedereen, welkom bij Terugvluchten, recap op de Champions League actie van de voorbije week. Dinsdag was ik met Wesley Song in Parijs voor PSG tegen Leipzig. Bienvenue ici dans le Parc des Princes avec le grand monsieur Kalilou Fadiga qui va nous guider dans les couloirs vers le terrain pour faire des flash interviews. Alsjeblieft. En nog voor de match stond het stadion in rep en roer. Een oude held kwam op bezoek, Ronaldinho intussen 41. Is nog altijd hyper populair in Parijs. Is die song PSG met Messi, was dat de moeite om langs te komen daarvoor? De moeite, ja, het is altijd de moeite, vind ik, om Messi bezig te zien. Twee keer gescoord was wel niet zijn beste wedstrijd, Nicolas, maar het is toch altijd een aangename avond, vind ik, als je Messi ja. Messi scoorde twee keer, Mbappé bijna twee keer, maar ja. Hij miste een penalty. Hè? Ja, hij miste een penalty in de laatste seconde van de wedstrijd. Mbappé was geweldig eerste helft met een paar fantastische rushes. Dat kwam door de hoge press van Leipzig, zoals we weten, zoals ze spelen. Maar ze deden het indrukwekkend, 90 minuten lang, heel veel kansen afgedwongen. Alleen waren ze gewoon niet efficiënt genoeg. En dat is het jammerlijke voor Leipzig. Alleen, het goede nieuws, goed voor Club Brugge. Goed voor Club Brugge. En mogen we zeggen dat PSG, ook al staan ze met 7 op 9 aan de leiding in de poelen, dat ze nog veel werk hebben qua zeer veel werk nog, vind ik. Bonsoiré, Avou. Goedenavond, dames en heren. Welkom in het Jan Breydel Stadion. Terwijl wij kijken naar Cancelo, die doorloopt en hem door de benen van Mignolet steekt. Daar komt hij. Netjes in doel gelegd. Weinig aan te doen. Walker was weer gaan sprinten. Kijk, Walker. En voilà. 0-3. Sterling lopen. Ja, het is natuurlijk de snelste. En geeft hem hier met Palmer. Palmer, oh la la. 0-4. Dat is mooi van Van der Brent. Vindt hij iemand? Ruud Vormer van Aken. En toch een goed puntje. Voilà, Hans van Aken doet er eentje bij. Nummer 3 in de Champions League. Geen buitenspel van Maris. Vlag voorlopig beneden voor de 5e goal, Maris. En nu niet gevlacht. Nee, het is 1-5. Geweldig afgewerkt opnieuw. Een beleefdheidsapplaus van de Brugse supporters. Philippe Clément had zelf aangekondigd dat dit het beste zou zijn wat er ooit op deze mat heeft plaatsgevonden of gestaan heeft. Dat zou niet veraf zijn. Inderdaad, ik geef hem 100% gelijk. Peter en Gert die reisden dan woensdag door naar Lissabon om een andere kanshebber op de eindzege aan het werk te zien. Bayern München won ruim van Benfica. Peter, jullie hebben dinsdag een machine aan het werk gezien met Man City, maar Bayern was ook weer fenomenaal sterk tegen nogthans ook een goed Benfica. Ja, het was toch een groot verschil met wat Club Brugge tegen City heeft kunnen doen. Benfica heeft een echte wedstrijd van kunnen maken en daar was een beetje geluk mee gemoeid met wat afgekeurde doelpunten, een paar goede reddingen van de doelman. Maar Benfica kon zelf ook dreigen, dat was anders toch dan wat Club Brugge heeft gedaan, maar goed. In de long run is Bayern München dan zo sterk, zo overrompelend, dat je uiteindelijk toch plooit. Ze blijven altijd doorgaan, hè? Dat is wat Duitsers doen. Duitsers gaan altijd door, zo eenvoudig is het eigenlijk. Ja, je kan op het einde, zelfs al ben je eigenlijk maar een kwartier de mindere, kan je nog 7 krijgen bij wijze van spreken. Ja. Dalloes, dat zat weer vol. Peter, was de sfeer? Ah, geweldig, hè? Geweldig. Ja, je hebt toch altijd dat magische moment met de adelaar die er doorheen vliegt. Die had er ook bijzonder veel zin in, want hij bleef maar rondjes draaien, meer dan gebruikelijk, moet ik zeggen. Dus nee, het was geweldig om het mee te maken. Ja, ik heb gezien op Instagram, Peter, dat Gert ook onder de indruk was van die adelaar. Hij amuseerde zich daar wel mee. Hij had mij vooraf al laten weten, kijk, op het moment dat de adelaar vliegt, ben ik niet beschikbaar voor analyse. Dus dat had hij aan het zeggen. Als hij vliegt, laat me kust. Ik ga hem filmen. Dus, en dat is wat hij inderdaad ook heeft gedaan. Hij was er eigenlijk al over bezig van in Brussel de adelaar. Ja. Hebben jullie hem ook zien zitten in de catacombe, die adelaar? Want als je van de perszaal komt... Nee? Nee. We hadden een popversie, die hebben we wel gezien. Daar heb ik een foto mee gemaakt. Maar... Peter, ik wens je een behouden terugvlucht. Cristiano, you did it again. Michael van Waardenberg, Wim de Koning, goedemorgen. Goedemorgen, Nicolas. Dag, Nicolas. Was het een déjà vu voor jou, Old Trafford? Tweede keer op rij, tweede keer een winning goal van dezelfde man? Het was wel weer perfect binnengekopt, hè? Hey, Ronaldo! Op zijn Ronaldo's. Hangtime in de lucht en hij zorgt voor de 3-2. Heel het stadion, toen
het stadion verlieten. Alle supporters ja, die bleven maar zingen hè, over Cristiano Ronaldo. Ja, maar dat was echt geweldig. Er was ook een grappig moment, Michael. Ja, inderdaad. Er komt een pitch invader, zoals wel vaker gebeurt bij wedstrijden van Cristiano Ronaldo. Een fan die graag op de foto wil. Er wordt een achtervolg. Ja, hij moest er wel van weg komen. En hij was zeer snel te snel voor de steward. En de tweede steward die wilde assisteren, ja, die had waarschijnlijk gekleden schoenen aan zonder noppen. En die bleef compleet hilarisch onderuit. Die hebben elkaar gisteren op een totaal andere manier leren kennen, hè, Michael? Ik kende Wim de vorige keer als een Bourgondier die heel veel met goesting aan tafel ging en veel at. Maar dat was gisteren nu niet het geval, omdat hij zijn ontbijt al ergens onderweg verloren was. Wat is er gebeurd, Wim? Ik was al, op zijn barels gezegd, stront ongemakkelijk. Ik ben dan ook op die manier in het vliegtuig moeten kruipen in zo'n kleine skihopper van KLM. Ik heb liters zweet gelaten en ook liters kots, om het zo maar eens te zeggen. Zien jullie dat ook gaan stormen op de terugvlucht? Dus heel veel zin heb ik er niet in. En ik heb zin om terug te zwemmen, eerlijk gezegd. Ja. Astrid Franks die maakte met Wolfsburg zijn debuut in de UEFA Champions League. En nog bij de Duitsers stonden Lucas en Felix in Mecha, de twee broertjes, samen in de ploeg. Lucas die scoorde wel, maar de Wolven verloren bij Salzburg dat nu 7-9 heeft. Minder leuk nieuws kwam er uit Londen. Romelu Lukaku versiert er een strafschop, maar raakt ook geblesseerd door een tackle van Lasse Nielsen. Hopelijk valt de schade mee. Antoine Griezmann die scoorde 2 keer tegen Liverpool, maar kreeg ook een rode kaart. Het was nooit eerder gebeurd in 1 wedstrijd. Voor een gelijkaardige overtreding krijgt Ibrahimovic dan weer geen rode kaart. Dinsdag demonstreerde Ajax tegen Dortmund. Toen er op de persconferentie achteraf werd gevraagd aan Erik ten Hag of dit de beste prestatie onder zijn bewind was, antwoordde hij het volgende. Ja, ik herinner me een wedstrijdje die we in Madrid hebben gespeeld, was ook wel. En naar goede gewoonte checkte ik ook even bij onze chef-sheriff Karel Dirksens. Ja, hoe hij omging met het eerste verlies voor Champions League-debutant Sheriff Tiraspol. Karel, goedemorgen. Goedemorgen, ik ben Nicolas. Wat een prachtige locatie heb je daar. Ja, ik zit in de bijzonder gezellige Starbucks in het Gare du Nord in Parijs met een paar Françaises naast me die druk aan het babbelen zijn. Ik heb niks gezien van Inter tegen Sheriff, dat is de match die jij hebt gevolgd. Je volgt de dolle avonturen van die Moldaviërs. Vertel eens, hoe was het? Dank je wel. Ja, verschrikkelijk. Ja, Sheriff heeft verloren. 3-1. Dus voor het eerst in 10 Champions League wedstrijden met de voorrondes meegerekend. Hebben ze verloren. Als Sheriff-fan kwam er natuurlijk aan, maar goed, het moest ooit gebeuren. Voor Sheriff was dat wel een speciale match, blijkbaar, daar in Milaan. Ja, het was een heel fijn beeld. Ze waren redelijk onder de indruk, de spelers. Dus ze kwamen allemaal met hun gsm buiten om het stadion te filmen. Het waren echt 11 toeristen die een keer San Siro kwamen bezoeken. Dus misschien waren ze wel een klein beetje te veel onder de indruk. Het is weer diezelfde kerel die gescoord heeft, hè, blijkbaar. Die Sebastian Til, ongelooflijk. Ik zei vooraf, het was een vrije trap. Het was veel te ver. Ik dacht, dat krijg je er niet in. En wel, die Luxemburg deed dat wel. Dus die man die een tattoo op zijn been heeft, ik weet niet of je dat vorige keer hebt gelezen, dat hij droomde van de Champions League. Ja, ondertussen heeft die man gescoord op Real Madrid en op Inter Milan. Dat zijn toch geweldige statistieken. We hebben gezien dat zijn marktwaarde bijna verdrievoudigd is. Dus hij kostte 400.000 euro, dus dat hij 1 miljoen. En Cristiano, die linksachter, dat is bijna verviervoudigd, die is naar 2 miljoen gegaan. Maar blijven wel koopjes voor eender welke Belgische club. Ik zou Til, Cristiano, ik zou hem heen. Goed, ze hebben 6 punten. Denk jij nog altijd dat dat kan, kwalificatie? Tuurlijk, ik zou geen terechte chef-sheriff zijn als ik niet in de kwalificatie blijf geloven. Ik heb gisteren Wesley Song horen zeggen op die match dat spelers als Mbappé het voetbal kapot maken. Ik stel voor dat we nog niet meer te veel aandacht geven aan ploegen zoals PSG, maar iets meer aan Tiraspol. Ja? En daarom dacht ik, voor de volgende wedstrijd zou het toch cool zijn dat ik ook ter plaatse kan gaan om Tiraspol. Maar het is aan Milaan, het is echt een belangrijke wedstrijd eigenlijk. Ja, zodat het niet evident is natuurlijk. Nee, ik begrijp niet evident is. Al het budget moet naar jou gaan blijkbaar elke week. Ik was het dan begrijpen. Vooral naar Wesley Song en naar de andere analisten natuurlijk. Maar, Oké, ik wacht in spanning af. Ik wacht in spanning af. En ik weet dat jij ook weet dat het belangrijker is dat ik naar Tiraspol ga en dat jij naar Parijs gaat om naar die volgende feiten te zetten. Eigenlijk wel. Ça va, Karel. Okay. Ik hou je op de hoogte. Is goed. Salut, hè. Goeie terugreis, Klaas. Bye bye.
Als Sheriff over 2 weken minstens 1 punt pakt thuis tegen Inter, ja, wie weet, dan mag Karel misschien wel beginnen dromen. Tot over 2 weken.